Yves Senees, laatste match van het jaar. Jullie hadden in Spanje gespeeld, 3-0 verloren vandaag hier tegen Luxemburg. Met een hele nieuwe lichting bijna. 1-0 gewonnen. Ben je tevreden? Het is een heel leerrijke wedstrijd geworden. Ik denk dat we meer doelpunten hadden moeten maken. Als je die 0-2 kan maken, dan weet je dat het iets vlotter kan gaan. Maar we hebben een heel jonge groep hier gezien die intrinsiek heel veel kwaliteiten heeft. En waar we ook van weten dat er nog een beetje werk aan de winkel is. Dus ik ben wel tevreden. Ja, het was goed om iedereen eens aan het werk te zien, denk ik ook. Hè? Ja, zeker. Ik heb ook tegen de groep gezegd, chapeau dat jullie hier nu al kunnen staan. Ik denk 3-4 jaar geleden, als we voor hebben wat we nu hebben voorgehad, dan denk ik dat we misschien in het probleem hadden komen om een team zoals vandaag op de been te brengen. Dus dat stemt mij zeer tevreden. Ja, en nu eerst vakantie en dan kijken naar Polen. Ja, dat hebben we gisteren al gedaan. Hè. We hebben gisteren 2-2 tegen Finland gespeeld. Dat is de volgende opdracht. Ik denk voor de speelsters een leuke vakantie. De studenten goede examens doen. En vanaf juli er tegenaan. En iedereen weet waarvoor we gaan. Oké, dankjewel en proficiat met de winst. Ja, dankjewel.